We gaan beginnen bij het begin. Hoofdstuk 1, de brief. Als een orkaan kwam de blitse terreinwagen de Tramezandlei ingevlogen. Twee duiven, een verdwaalde schildpad en enkele voetgangers konden de gierende banden nog net ontwijken door in een haag te duiken. Uit de weg, misbaksels! Hier komt koning Auto, voeterde Steve Suikerbuik. Kan het wat stiller? Mijn volgers op Suikerchat kunnen me niet meer horen door al jouw geraas, zei zijn vrouw Maria Dolores de la Influenza geërgerd. Robin had haar moeder nog nooit zonder headset en gigagrote smartphone gezien. Zelfs in bed en in bad leek de vrouw onophoudelijk tegen zichzelf te praten. Haar ellenlange nagels tikten ritmisch op het scherm en ze postte het ene na het andere filmpje van zichzelf, haar gezicht geplooid in een verleidelijke grimas. Ze lijkt eigenlijk meer op een eend met die getuite lippen, dacht Robin. Waar gaan we eigenlijk heen? Vroeg ze aan haar ouders. Er kwam geen reactie. Moeder Suikerbuik ging onverstoord verder met praten tegen haar schermpje en de telefoon van haar vader ging aan het rinkelen. Wat? Sakkerde Steve Suikerbuik. Slechts 10.000 nieuwe leden deze week? Wat is er mis met deze wereld? Ik heb Suikerchat uit de grond gestampt om rijkelijk te stinken. Nee, je excuses interesseren me niet. Jij gaat nu onmiddellijk... Wat is een stinkend rijk, schat? Verbeterde mevrouw Della Influenza. Bemoei je er niet mee, Maria Dolores. Gewoon blijven posten. Maar waar gaan we nu toch heen? Vroeg Robin opnieuw aan haar moeder, die alweer druk aan het praten was tegen haar telefoon. Plots gaf vader Suikerbuik een trap op de rem, keek achterom en reed de auto een stukje terug. De terreinwagen kwam tot stilstand voor de sierlijke smeedijzeren poort van een reusachtig houten villa. Het leek wel iets uit een sprookje. De villa had hoge ramen met gekleurd glas waarin je allerlei bloemen en vogels kon herkennen. Robin telde 4 torentjes met ronde ramen en het huis was versierd met talloze houten balkons en fijn houtsnijwerk. De villa stond helemaal aan het einde van de straat, op een afstandje van de andere huizen. Wat een prachtig gebouw, mijmerde ze, uit het autoraampje starend. Hier is het. Wat zeg je ervan, Maria Dolores? Niet mis, hè? Zei Robins vader. Ik heb het niet zo voor die antieke rommelzoetje. Geef mij maar lekker strak en modern. Maar wat zou dat ding ons kunnen opbrengen? Goh, voor zo'n gigantisch stuk grond in deze buurt staan de makelaars in de rij. Als ik grofweg reken, kan je hier met gemak 5 giga-appartementsblokken neerzetten. En dan... Kassa, kassa! Kassa! Riepen moeder en vader Suikerbuik in koor. Hysterisch kakelend begonnen ze elkaar luchtkusjes toe te werpen tot ze zich plots met een ruk naar Robin draaiden. Maar eerst, lieve schattenbout, zei haar vader. Ja, waar waren we toen? Ah, ga jij voor ons? Ik bedoel, voor je oom Flabbergast, vervolgde haar moeder. Hier de komende tijd een paar... klusjes doen, hè? De ogen van haar ouders keken priemend op Robin neer en hun stemmen klonken dwingend en streng. Oom Flabbergast, mompelde Robin. Ik dacht dat wij helemaal geen familie hadden. En dat was het begin van Overlast in Villa Flabbergast. Een heel spannend, meeslepend, avontuurlijk en grappig boek. En als je graag wil weten hoe het afloopt, wel, ga dan snel naar de bibliotheek of de boekhandel en dan kom je het zo te weten.